Oh, heel mijn verhaal gedaan en nu pas neemt hij op. Nou ja, ik wou zeggen dat ik dus jullie wil ondersteunen in het proces van de vierde naar de vijfde dimensie. Of van de derde naar de vijfde, kan ook in één keer. Nee hoor, de vierde zitten we in. Geboortekanaal, emoties nog te verwerken uit onze kindertijd. En healen van oude pijn. En als je dat hebt gehad, dan kom je in de eenwording, in jezelf, thuiskomen. Al je delen omarmt. Nou ja, ik ben een tantra-masseuse. De-armoring. De-armoring doe ik erbij. Nou, zo leuk. Je harnas afdoen. Nou, in ieder geval, daar gaat dus de vierde dimensie over. En de vijfde is een beetje zoals dit boekje. En ik heb de wet als eerste gelezen. Pas geleden toen ik het boekje weer pakte. De wet van seks. Ach toch. En dat gaat dus over het een worden van het vrouwelijke en mannelijke in ieder. In ieder. In zichzelf. We hebben allemaal vrouwelijke en mannelijke energie. Daarom ben ik zo blij met de nieuwe generaties. Die zijn androgyne. 50-50. Eurosong Festival, die liedjes, die mensen, die vooral die jongeren ook, daar zie je dat ze androgyne zijn. Nou ja, ik ben voor Zwitserland. Doe je voordeel met dit boekje. En ik had een heel lang verhaal over de ellende in de wereld. En over dat we zelf mogen nadenken hoe lang dingen al gebeuren, zoals 75 jaar oorlog. In Israël, wie sponsort wie, welk geld gaat waarheen. Nou ja, in ieder geval, ik weet heel veel van wat er nou eigenlijk echt is gebeurd. Maar ik ga het je niet mee vermoeien. Dat komt zo direct toch wel naar boven, want de machthebbers, misbruikers zijn ondertussen opgepakt. Echt zo blij. Ik heb een zwaar leven gehad om te aanschouwen via mijn bril deze wereld. Al heel jong. Poeh, wat een tirannie. Is eigenlijk het woord. Nou, in ieder geval, slavernij heb ik het ook als slavernij ervaren. In ieder geval, ik vind het verschrikkelijk wat er al die jaren door mijn bril is gebeurd. Hè? Dat je moet aanschouwen. Maar dat is ook ten einde. We kiezen voor 5D en nieuwe leiders. Die staan met hun mannelijke en vrouwelijke energie gewoon in balans. En dat we soeverein zijn, want dat zijn we nu niet. Ja, zelfbeschikking hebben. Nou, in ieder geval, ik ben blij. Dikke kus van mij. Oh ja, en dat Zwitserland gaat winnen. Dat is ook echt zo'n androgyne man. Rusland vond ik ook supergoed. En de mooiste vond ik Azerbeidzjan. Oh. En Litouwen. Ja, dan weet je een beetje in welke energie ik graag vertoef. Dat is sensuele energie en dat voel ik als koesterend en een beetje sexy. Ik hou gewoon van sexy, mooi, zwoel. Ik luister vooral Sensual Deep House. Nou, dikke kus moet je ook doen, word je blij van. En Aesthetic Dance. Dans je vrij, dat is mijn advies. Dans je vrij, schud al het oude los in je dans. Zing mee. Daarom is het Eurosong Festival echt voor de energie. Hoelalilile. We gaan zo in één keer door naar de vijfde dimensie. En misschien wel met Pinksteren. Het voelt goed. I love you. Doei doei.